Goedenavond. We zijn weer, we mogen weer op pad, want het is weer 6 uur geweest. En we doen vandaag een ander rondje, dus dan zien jullie weer een ander stukje van onze neighborhood, onze barrio. We zijn een stukje verder. Het is hier dus afgesloten, maar wij kunnen er wel doorheen wandelen. Dus dat gaan we doen. De weg gaat hier op. Hele grote, hoe heet zo'n ding? Cactus. Hele grote cactus. Ja, hey Frankje, zijn we lekker aan het wandelen? Heerlijk. Verschrikkelijk. Pie moet even een TikTok opnemen. Is dus de heuvel die vlak bij onze wijk is. Daar lopen we nu aan de andere kant langs. Dus dat betekent dat we alweer op de terugweg zijn. Nou, het is dag 3 dat we naar buiten mogen. En Pien heeft vandaag haar skateboard meegenomen. Dus we gaan in ieder geval een rondje over het asfalt vanavond. Het gaat hier dus best wel hard naar beneden. Pien die loopt even samen met Frank. Pien is trucjes aan het oefenen. We zijn nu in een wijk die nog helemaal in aanbouw is. Frank vindt het voelen alsof hij in een wintersportdorp is. Daar is Pien, bijna boven met een skateboard / snowboard. Het voordeel van de lockdown is dat je dus niemand op de weg hebt en dat je dus heerlijk kunt skaten. We mogen weer op pad. Het is weer 6 uur 's avonds en vanavond gaan we weer naar de berg. Frank denkt dat het lijkt op een maanlandschap hier, maar dan met iets meer begroeiing. Daarboven, daar gaan we dus nu naartoe lopen. Tot daar het bovenste puntje. En dan lopen we via de weg weer terug. We zijn boven. We hebben het gehaald. Later daar, dat zijn de zoutpannen. En daar heel in de verte, daar... Dat is de gevangenis van Curaçao. We gaan vandaag om de twee wijken heen lopen. We zijn voor de 7e dag onderweg. En Pien is weer lekker aan het skaten. Ja. En we weten nog niet precies waar we heen gaan, maar we zijn wel weer richting luxe villa's aan het lopen. Dus dat is altijd goed. Het is dus al donker. De mannen zijn al terug om de barbecue aan te doen. Maar wij moeten nog heel even verder skaten. Dit was het alweer voor vandaag. En we nemen jullie de volgende keer weer gezellig mee op ons avontuur. Doei!